Good morning, all of you. Here and at home. Glad to see all of you again. Fantastisch om jullie allemaal weer te zien. Het is weer prachtig weer vandaag. It's lovely weather today. Every time I come here, the weather is great. And that's because of you, I think. Het is weer heerlijk om hier te zijn. En als het mooi weer is, dan komt het volgens mij. Jullie zei ik net in het Engels. Dus wees welkom. Today, the fourth study, again, about three character traits. Vandaag gaan we het weer hebben over drie karakteristieken. Being virtuous, obedient and responsible. Namelijk deugdzaam, gehoorzaam en verantwoordelijk zijn. Being virtuous. Als we het hebben over deugdzaamheid. What does virtue mean? Wat betekent dat? Well, it's about having a good character. Het gaat erover dat je een goed karakter hebt. And if you have a combination of biblical character traits, you are called virtuous. En als je een serie van karaktereigenschappen hebt, dan word je deugdzaam genoemd. Well, if you talk about virtue, the passage that immediately comes to mind to most of us, I think, is the virtuous woman. En dan denk je al direct aan Spreuken 31, de deugdzame vrouw. Let's have a look at Proverbs 31. En laten we eens naar Spreuken 31 kijken. If we talk about the virtuous woman, we also talk about the virtuous man, of course. Als we het over de deugdzame vrouw hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over de deugdzame man. Yes, because it's also applicable to us men. Want het is natuurlijk ook toepassing op de man. Well, you can read the whole passage later today, perhaps, because I talk about verses 10 up until 31. That's quite a passage. En we gaan het hebben over versen 10 tot en met 31, maar dat kun je misschien later vandaag voor jezelf lezen. But there's mention of 8 character traits. Maar er worden daar 8 eigenschappen genoemd. First of all, he or she is rare. Allereerst gaat het over de zeldzaamheid van deze mensen. A hard worker. Een harde werker. Loves people. Heeft iedereen lief. Prioritizes family. Geeft voorrang aan het gezin. Assists the needy. Het helpt de mensen in nood. Takes care of self. Verzorgt zichzelf goed. Is strong and dignified. Is krachtig en waardig. And loved and appreciated. En dan staat er als laatste is geliefd en wordt gewaardeerd. That's very important too. En dat is ook heel belangrijk. If you are Christ-like, you are loved. Als je als Christus bent, and appreciated. Dan ben je geliefd en gewaardeerd. Whether they like you or not, they will see Christ in you, amen. Of ze je nou leuk vinden of niet, ze zullen Christus in je ontdekken. If they hate you, then you've got a real problem, I think. Als ze je haten, dan heb je echt een probleem. Being virtuous, having a good character. Deugdzaamheid, een goed karakter hebben. And it's very important today. En dat is voor vandaag heel belangrijk. Because it avoids many sins. Want daardoor kun je heel veel zonden ontlopen. So, being virtuous is a virtue in itself. I've been studying a lot of virtues. En ik heb er heel veel deugden bestudeerd. And I came up with 7 essential aspects. En ik kwam tot 7 relevante aspecten. Especially regarding the times we are living in right now. Vooral om de tijd waarin we nu leven. Well, not to take them in a legalistic way. En neem ze alsjeblieft niet wetties aan. But they are nevertheless crucial if you want to become more Christ-like. Maar ze zijn gewoon heel belangrijk als je meer op Christus wilt gaan lijken. So that's where we discuss and deal with those character traits. En daarom hebben we het juist over deze karaktereigenschappen vandaag. First of all, charity. Allereerst is daar de liefdadigheid. And benevolence and generosity are linked to that. En wat hier aan gekoppeld is, is goedheid en gulheid. Let's have a look at 2 Corinthians 9, verse 7.
En dan staat er in 2 Korinthe 9, vers 7. Let each one give just as he, she has decided in his or her heart. Not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Laat ieder zoveel geven als hij of zij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Well, this virtue shows how much you love God. Dit laat dus zien hoeveel je van God houdt. And if you truly love him, you will show the willingness to go out of your way to help others. En als je echt van hem houdt, zul je de bereidheid tonen om het uiterste te doen om anderen te helpen. Even at the cost of yourself. Zelfs als dat ten koste zal gaan van jezelf. It may ask for a sacrifice. Het vraagt een offer. To go the extra mile. Om die extra kilometer te gaan. And bless the Lord for people who want to go the extra mile for you and with you. En dat de Heer die mensen mag zegenen die bereid zijn om die extra kilometer met je te lopen. But mind you, God's unconditional love is the foundation regarding this virtue. En de basis van deze deugd is God's onvoorwaardelijke liefde. Without God's unconditional love, we can do whatever we want to do, it will not work out. En zonder die onvoorwaardelijke liefde kun je doen en laten wat je wilt, maar het zal gewoon niet meewerken. And character traits, another thing to strive for in a sense that you have to do your very best to become more like Christ. Want een karaktereigenschap is er niet voor om nu zelf heel goed je best te gaan doen om dat te worden. It's important to realize how it works. Het is belangrijk dat je realiseert hoe het werkt. How it worked in Jesus's life. Hoe het te werk ging in het leven van Jezus. And how the Holy Spirit can help us to act like Jesus. En hoe de Heilige Geest ons kan helpen om net als Jezus te handelen. Secondly, chastity. En dan ten tweede zuiverheid. Dealing with purity and honesty. En daarbij gaat het om puurheid en eerlijkheid. And how we need pure and honest relationships in the days we're living in right now. We hebben echt die zuivere en eerlijke relaties nodig in deze tijd waarin we nu leven. We as Christians should set the example regarding chastity. Wij als christenen zouden het voorbeeld moeten geven als het gaat om zuiverheid. And that's often a problem. En dat is vaak het probleem. There are little things going on in our Christian lives, also in our lives. Heel veel dingen die gaande zijn in ons christenleven, ook in ons leven. Uncleanliness. Dat er onzuiverheid plaatsvindt. Well, you can fill in for yourself. En je kan de rest zelf wel invullen. We all struggle with things like that. We hebben daar allemaal zo onze strijd mee. It starts at a very young age if you want to live pure and honest. En dat begint al op een hele jonge leeftijd als je zuiver en eerlijk wilt leven. King David wrote in Psalm 119, verse 9. En David schrijft in Psalm 119, vers 9. How can a young man or woman keep his or her way pure? By keeping watch according to your words. Daar vraagt hij, hoe kan die jongen is zuiver leven? En dan is het antwoord door zich te houden aan uw woord. Only God can really keep us focused. Alleen God kan ons echt gefocust houden. Thirdly, diligence. En dan ten derde is er ijver. Represents persistence and effort. En dat staat voor vasthoudendheid en inspanning. It means being steadfast and not allowing obstacles to discourage you. Het betekent dat je standvastig bent en niet toestaat dat hindernissen je ontmoedigen. Or force you to quit. Of je dwingen om het maar op te geven. Proverbs 10 verse 4. In Spreuken 10 vers 4. Poor he, she who works with a negligent and idle hands, but the hand of the diligent makes him or her rich. Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom. So don't quit to do the good things in life. Dus stop niet om het goede te doen in het leven. Fourthly, humility. Ten vierde, nederigheid. Represents modesty and reverence. En dat staat voor bescheidenheid en respect. James 4 verse 10 says. In Jacobus 4 vers 10. Humble yourselves in the presence of the Lord and he will exalt you. Verneder u voor de Heere, dan zal hij u verheffen.
That's a very important key, because often we like to exalt ourselves. Een hele belangrijke sleutel, zeker als je jezelf graag wilt verheffen. If you watch social media, there's a tendency for every one of us, if you get involved in social media. En als je je bezighoudt met sociale media, dan is daar een tendens. To exalt yourself. Om jezelf te verhogen. Because you can get likes. Want mensen vinden je leuk. People may respond in a positive way. Mensen reageren daar positief op. They may even share it. En geeft het misschien door. And it can really become an addiction. En dat kan zelfs een verslaving worden. So be aware of that. Dus wees daarvan op de hoogte. Fifthly, kindness. Ten vijfde, vriendelijkheid. Represents loyalty and compassion. Dat staat voor loyaal en meelevend zijn. Meaning doing good to all and having everyone's best interest at heart. Het betekent goed doen en het goede met iedereen voor hebben. Ephesians 4, verse 32. En dat zien we in Efeze 4, vers 32. Be kind and helpful to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ also forgave you. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Sixthly, patience. En dan ten zesde, geduld. Represents peace and mercy. Dat staat voor vrede en barmhartigheid. Galatians 6 verse 9 says, let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap if we do not give in. Daar staat in Galaten 6 vers 9. Laten we daarom het goede doen zonder op te geven, want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Last but not least, temperance. En als laatste, matigheid. Represents self-control and justice. En dat staat voor beheersing en gerechtigheid. 1 Timothy 3 verse 8. In 1 Timotheüs 3 vers 8. Deacons likewise must be men worthy of respect, not double-tongued, not addicted to wine, not greedy for dishonest gain. Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. What a difference it would make if we all would be characterized as being charitable, pure, diligent, humble, kind, patient and temperate in the public eye, and if we are not. Wat een verschil zou het maken als wij gekenmerkt zouden worden als liefdadig, zuiver, ijverig, nederig, vriendelijk, geduldig en matig. In het openbaar, maar ook als we niet in het openbaar zijn. Second character of the day, being obedience. De tweede karaktereigenschap van vandaag is gehoorzaam zijn. Let's go to James 1 verse 22. Laten we naar Jacobus 1 vers 22 gaan. But prove yourselves doers of the word and not merely listeners, deluding yourselves. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Let's also read the verse that precedes it. En dan laten we ook het vers wat eraan vooraf gaat lezen, vers 21. So get rid of all uncleanness and all that remains of wickedness, and with a humble spirit receive the word which is implanted, which is able to save your souls. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant, en die u kan redden. So there we have it. If we receive the truth of God's word, it will save our souls. En hier gaat het dus om, als we de waarheid van Gods woord ontvangen, dan zal het onze ziel redden. But is that all? Maar is dat alles? Let's go to Ephesians 5 verse 26. Dan kijken we naar Efeze 5 vers 26. So that he might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water with the words. Daar staat om de kerk te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. It says in verse 25 that Jesus gave his life in order for the church to become like this. En dan staat er in vers 25 dat Jezus zijn leven gaf
om dit juist mogelijk te maken. He wants his bride, the church, to be pure when he comes back. Hij wil dat zijn bruid, de kerk, zuiver is als hij terugkomt. So he will use his word to cleanse us. Dus zal hij zijn woord gebruiken om ons te reinigen. But this will only be possible if we obey the words. Maar dat kan alleen maar gaan werken als we gehoorzaam zijn aan zijn woord. Let's have a look at three items: the funnel, the sieve and the sponge. We gaan naar drie keukenvoorwerpen kijken. De trechter, de zeef en de spons. Three metaphors. Let's repeat James 1 verse 22. But prove yourselves doers of the word and not merely listeners, deluding yourselves. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. I emphasize the words doers and listeners. En de klemtoon ligt dus op doen en horen. We need to actively obey the words. En het is nodig om de Bijbel actief te gehoorzamen. Now keep this in mind while you're listening to the examples. En hou dit dan in je achterhoofd terwijl we naar de voorbeelden gaan kijken. Three instruments, you can see them here. Dus hier hebben we die drie keukenvoorwerpen. They refer to different kinds of people. En ze verwijzen naar verschillende groepen mensen. Three groups of people that respond in a different way to the words. Drie groepen mensen die op verschillende manieren reageren op het woord. And a jug of water represents the word of God. En de waterkan verwijst naar de Bijbel, het woord van God. Firstly, the funnel. Dan hebben we allereerst de trechter. These kind of people, the word comes in on the left. Bij deze groep mensen gaat het woord erin aan de linkerkant. But it goes out even quicker. En het loopt er aan de andere kant weer net zo hard uit. Till nothing is left. Totdat er niets meer van overblijft. So these kind of people, the message comes in one ear. Dus bij deze mensen komt het woord het ene oor binnen. And goes out the other. En gaat het andere oor weer uit. Then there are those that have the knowledge of a sieve. En dan zijn degenen die kennis hebben als een zeef. Well, you pour water in a sieve. Je schenkt water op die zeef. And there's still a little remnant left in the sieve. En uiteindelijk blijft er wel een klein beetje onder in die zeef hangen. But if you shake it, maar als je die zeef schudt, even that tiny bit will be gone. Dan verdwijnt zelfs dat kleine beetje. That's a sieve. Because it's lost under pressure. En weet je, het is onder druk dat het verloren gaat. So you took the word in. Dus je nam het woord in. And people ridicule because of it. En mensen maken een grapje daarover. And you lose it. En dan verlies je het. Because you don't even believe it yourself. Omdat sometimes. Je niet eens helemaal zelf gelooft soms. Last but not least, the sponge. En dan als allerlaatste de spons. This is how we need to be. Dit is hoe we zouden moeten zijn. So on the left, we are filled. Saturated with the words. En we zien hoe we gevuld raken met Gods woord. If you squeeze your spons, en als je de spons dan knijpt, it will come out. Dan komt het eruit. And we will influence other people in a positive way. En dan kunnen we daarmee mensen tot invloed zijn op een positieve wijze. Amen. A true Christian is characterized as being a spiritual sponge. Een ware christen wordt gekarakteriseerd als zijnde dat je een geestelijke spons bent. And again, like I said while talking about virtue, it's not about legalism. En toen ik het al had over deugd, dan gaat het dan niet om wetticisme. It's not about rules and regulations. Het gaat niet om regeltjes en voorschriften. But it's about the fact that water has a name. Maar het feit dat water een naam heeft. Jesus Christ, the living water. Jezus Christus is het levende water. So let's cling to him. Dus laten we ons aan hem vastklampen. I round up the second trait with Romans 16 verse 19. We gaan de tweede eigenschap afronden met Romeinen 16 vers 9. And that's a very positive report given by Paul. En dat is een heel positief rapport wat Paulus hier geeft. For the report of your obedience has reached everyone, so that I rejoice over you. But I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden. Ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen
en dat u stand houdt tegen het kwaad. Paul was proud of the Christians in Rome. Paulus was heel trots op de christen in Rome. But how awesome it would be if we would follow their examples. And how awesome, hoe gaaf zou het wel niet zijn als we hun voorbeeld zouden volgen. Especially in the days we're living in. Juist nu in deze tijd. Finally, being responsible. Ten slotte hebben we het over verantwoordelijk zijn. Being responsible means you take care of what you are in charge of. Verantwoordelijk zijn betekent dat jij zorgt voor datgene waar jij de leiding over hebt gekregen. And for some of us, that's quite a difficult virtue. En dat is een moeilijke deugd voor sommigen. So I repeat it again. Being responsible means you take care of what you are in charge of. Dus herhaal ik het. Verantwoordelijk zijn betekent dat jij zorgt voor datgene waar jij de leiding over hebt gekregen. Why do I repeat that? Waarom herhaal ik dat? Well, because we do not have to take care of what we are not in charge of. Nou, omdat we niet verantwoordelijk hoeven te zijn over datgene waar we geen leiding over hebben. That's quite simple, isn't it? Zo simpel ligt het niet. Well, it's not so simple in reality. Maar in de realiteit is het wat anders. Because we sometimes tend to forget that, don't we? Want soms vergeten we dit gewoon. But how many conflicts could have been avoided if we would have obeyed that rule more often. Maar heel veel conflicten kunnen voorkomen worden als we deze regel wat vaker opvolgen. God has set your boundaries there. God heeft bepaalde grenzen gesteld voor je. And the borders of other people are somewhere else. En die grenzen liggen bij anderen op een andere plek. And we should be aware of that and respect that. En daar zou je van bewust moeten zijn en daar respect voor hebben. Even if we think that we could do it better. Zelfs als je denkt dat jij het beter kan. Yes. And sometimes that's true. Perhaps you are better, a better singer or a better preacher than someone else. En soms klopt dat ook. Dan ben je beter dan de ander in het zingen of het preken. But God has given the authority for a certain person in that spot. Maar God heeft de autoriteit gegeven aan die persoon voor die tijd. Be responsible. We are responsible for a lot of things in life. Verantwoordelijk zijn. We zijn verantwoordelijk voor veel dingen in het leven. Let's take some examples from the Bible. Dus laten we een paar voorbeelden nemen uit de Bijbel. 1 Chronicles 27. In 1 Kronieken 27. In this chapter, four groups of people are mentioned. En hier worden vier groepen mensen genoemd. Commanders of the army. Bevelhebbers van het leger. Chief officers of the tribes. Stamhoofden. Various overseers. Verschillende opzichters. And counselors. En raadgevers. A lot of people come up who get in charge of certain jobs. Er komen veel mensen voorbij die de leiding krijgen in die verschillende functies. And then it says in verse 26. En dan zegt het in vers 26. Ezri, the son of Kelub, was in charge of those who did the work of the field, tilling the soil. Ezri, de zoon van Kelub, kreeg de verantwoordelijkheid voor de landarbeiders die de akkers bewerkten. So Ezri became one of the overseers. Dus Ezri werd een van die opzichters. Another example from the New Testament. En dan een ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament. 1 Peter 5 verse 2. In 1 Petrus 5 vers 2. Shepherds. And guide and protect the flock of God among you, exercising oversight, not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God, and not for shameful gain, but with wholehearted enthusiasm. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Peter, as an elder himself, is addressing the other elders to be serious about their calling. En Peter is zelf een oudste, richt zich tot de andere oudste door te zeggen dat ze hun roeping serieus dienen te nemen. So in these two examples from the Old and the New Testaments, they talk about a job and a calling. In deze twee voorbeelden is er sprake van verantwoordelijkheid met betrekking tot een baan en een roeping. They are two different things. Dat zijn twee verschillende dingen. Now to us. En nu gaan we het over ons hebben. We may also be responsible where a job or a calling is concerned. Wij zijn misschien ook verantwoordelijk als het gaat om een baan of een roeping. Or a combination of the two. It's also possible. Of een combinatie van beide. If we are students in the middle of a relationship or we have a strong passion. Of we zijn een leerling, zitten midden in een relatie of we hebben een grote passie.
We may feel privileged, but perhaps also burdened sometimes. We voelen ons misschien bevoorrecht, maar wellicht soms ook wel belast. What notion can be helpful then? En wat kan je dan helpen? Well, perhaps the following thoughts. Misschien wel deze volgende gedachten. Count your blessings. Tel je zegeningen. Eén voor één, one by one. Eén voor één. You know that song. Je kent dat vers vast wel. Count your blessings. Tel je zegeningen. Well, Robert, that's easy for you to say. Nou, dat kun jij makkelijk zeggen. I've got a lousy job. Ja, want ik heb een waardeloze baan. Or I'm in the middle of a bad relationship. Of ik zit midden in een hele slechte relatie. Well, these things can be very tough. Ja, die dingen kunnen moeilijk zijn. And I would not acknowledge you when I wouldn't acknowledge your feelings. En het zou niet eerlijk zijn als ik geen recht geef aan jouw situatie of aan jouw gevoelens. But still, in general, count your blessings. Maar toch in het algemeen, tel je zegeningen. With what did the Lord bless you? Waar heeft de Heer je mee gezegend? Please make a list and you'll find out that there are lots of things to be thankful for. Maak er maar eens een lijst van en dan zul je ontdekken dat je heel veel dingen hebt om dankbaar voor te zijn. New insights regarding responsibility. Nieuw inzicht als het gaat om verantwoordelijkheid. It's a result of God's blessings. Want het is het resultaat van Gods zegeningen. So the best way to thank God for those responsibilities is to take good care of them. Dus de beste manier om God voor die verantwoordelijkheden te danken is er veel zorg aan te besteden. So your responsibilities are a privilege for God. Verantwoordelijkheden zijn juist een voorrecht van God. If you look at it that way, then it starts to change. En als je het op die manier bekijkt, dan zal het ook voor je veranderen. And if we want God to bless us even more, en als we willen dat God ons nog meer zal zegenen, there will again be an increase of responsibility. Dan zal er opnieuw een toename van verantwoordelijkheid kunnen komen. So think about it before you ask the Lord for more blessings. Dus denk daar eens over na als je de Here om nog meer zegeningen vraagt. Because it will come with more responsibilities. Want die komen inclusief meer verantwoordelijkheid. Amen. Do we all want the blessings? We willen allemaal de zegeningen. I still want the blessings. Ja, nog steeds. Finally, let's thank the Lord for more of Him. Tenslotte, laten we de Heer danken voor meer van Hem. That's very important. For more of Him. Dat we meer van Hem ontvangen. As a person. Als een persoon. Instead of the gifts and the talents. In plaats van dat we de gaven, de talenten op zoek zijn. The best way to thank Him is being responsible regarding everything that we have been put in charge of. De beste manier om Hem te danken is door verantwoordelijk te zijn met betrekking tot alles waar wij de leiding over hebben gekregen. To round it up, one last passage in case you can't make up your mind regarding responsibility. En als je nog steeds niet goed weet welke verantwoordelijkheid we nu over hebben, dan gaan we nog naar één vers kijken. Galatians 2 verse 10. In Galaten 2 vers 10. Where Paul makes a very important remark. Hier maakt Paulus een hele belangrijke opmerking. He talks about his responsibility. Hij heeft het over zijn eigen verantwoordelijkheid. And that of the other apostles. En dat van de andere apostelen. He says that we remember the poor, the very thing I was also eager to do. Daar zegt hij dat we de armen zouden ondersteunen. En dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Be virtuous, obedient and responsible. Dus deugdzaam zijn, gehoorzaam en verantwoordelijk. Let them be aspects of our character in order for us to become more Christ-like. Laten dit dan de aspecten zijn van ons karakter, zodat we steeds meer op Christus gaan lijken. Amen.